Hallo, blij dat je terug afstemt op deze vlog. Met deze fotowandeling in Parijs en meer specifiek aan de Sacré-Cœur in Parijs wil ik iets speciaals met je delen. Ik wil je namelijk tonen hoe je via een eenvoudige color grading of split toning, met andere woorden wat spelen met wat kleurschuivertjes binnen Lightroom, een heel speciale sfeer of gevoel kan creëren in je foto's. Wat creatiever uit de hoek komen, zodat je typische vakantiesnaps er toch net iets anders uitzien. Vandaar dat ik ook steeds de RAW foto of de direct uit de camera gekomen foto toon, als ook de verdere bewerkingen. Laten we daarom nu snel aan onze creatieve fotowandeling in de meest bezochte trekpleister van Parijs beginnen.
afsluiten doe ik graag met een foto waarvoor ik mijn leven waagde, aldus mijn echtgenote. Bedankt om tot het einde te hebben gekeken en graag tot de volgende keer.